Dit programma laat zien wat er gebeurt met het voedsel dat we eten. We onderzoeken de weg die het volgt door ons lichaam en we kijken naar een paar belangrijke organen die het voedsel verwerken. We beginnen in de mond. Bij dit meisje wordt een röntgenfoto van haar gebit gemaakt. Ze moet de film in haar mond houden. De röntgenologe doet haar een loden schortje om dat haar borst tegen de stralen beschermt. Ze vraagt of ze haar hoofd even stil wil houden, zodat de foto scherp wordt. Forehead against the front. Okay, so just keep nice and still like that. Okay, very still now. Deze speciale camera stuurt röntgenstralen door het gebit naar de film. Omdat hij ronddraait, ontstaat er een soort overzichtsfoto. Dit is het gebit van een volwassene. Een mens heeft verschillende soorten tanden. Het voedsel kan daarom op diverse manieren worden behandeld. Dat zijn de maaltanden, ofwel de kiezen. De snijtanden en nog eens de kiezen. De tandarts is hier flink bezig geweest. Kijk eens, daar zit een pen waarmee een kroon aan de wortels is bevestigd. Een kindermond. Dit zijn de melktanden die eruit vallen als de kinderen groter worden. Ze maken dan plaats voor een definitief gebit. Je kunt dat hier al zien zitten in het tandvlees. De tanden en kiezen staan op het punt om door te breken. We eten zowel vlees als planten. Daarom hebben we die verschillende tanden en kiezen. Uit ons voedsel halen we koolhydraten voor energie. Dat zit in zetmeel en suikerrijk voedsel. Vetten voor opslag en eiwitten voor de opbouw van ons lichaam. We hebben ook bepaalde mineralen en vitamine nodig. Al die stoffen zitten in een goed uitgebalanceerd dieet van vlees, zuivelproducten, brood, fruit en groenten. Het spijsverteringsproces begint al in de mond. We kauwen het voedsel en maken het zacht met speeksel waarin slijm en enzymen zitten. Een enzym is een chemische stof die het voedsel in de mond begint af te breken. Het voedsel gaat daarna via de slokdarm verder naar de maag. We kunnen met behulp van röntgenstralen zien wat er gebeurt als we slikken. De patiënt krijgt dan een oplossing van bariumsulfaat te drinken. Een stof waar röntgenstralen niet doorheen kunnen dringen. Het wordt een bariumpapje genoemd. De röntgenoloog kan zien hoe het door de slokdarm naar beneden gaat en in de maag terechtkomt. Deze mevrouw krijgt voor de eerste keer zo'n bariumpapje. En de röntgenoloog stelt haar een beetje op haar gemak. Hier zijn de beelden. De donkere vlek onderaan rechts is de maag die zich nu begint te vullen met de bariumpap. Nu kun je goed zien hoe de maag zich verder vult terwijl de patiënt meer van het vocht drinkt. Dit is de buitenkant van de maag in het model. En dit is de buitenkant van een echte maag. Zie je de bloedvaten in de maagwanden? De wanden bewegen terwijl het voedsel wordt verteerd. Het model weer. De maag is een soort zak. De binnenwand scheidt het maagsap af. Dat bestaat onder meer uit een bepaald enzym en uit zoutzuur die met het voedsel worden vermengd. De maag maakt ook slijm, net als de mond. Hier wordt maagsap afgetapt uit de maag van een man die 12 uur niet heeft gegeten. Er zit dus geen voedsel meer in het maagsap. Daar is het, een vrij heldere vloeistof.
Dit maagsap zorgt ervoor dat de maaginhoud vloeibaar wordt, zodat het naar het volgende deel van het spijsverteringskanaal kan gaan. Kijk maar, we doen er wat rauw gemalen rundvlees in. Dan houden we het een paar uur op lichaamstemperatuur en kijken wat er gebeurt. Hier is het weer. Je kunt zien dat de maagsappen het rundvlees afbreken. Vaste stukjes zullen uiteindelijk verdwijnen. Na een tijdje, afhankelijk van wat er gegeten is, leegt de maag zich via het smalle stukje daar links, de maagportier. Een spier daar ontspant of trekt samen voor het openen of sluiten van de maag. Hier is hij aan het werk in de maag. Spieren in de maagwand trekken samen, waardoor de inhoud naar buiten wordt geduwd. Dat proces heet peristaltiek, wat ritmische samentrekking betekent. De maagportier gaat over in de 12-vingerige darm. In het midden zie je hier hoe een bariumpapje van de maag overgaat naar die 12-vingerige darm. Er zit maar een smalle doorgang tussen de maag en de 12-vingerige darm. Laten we eens kijken hoe verschillende spieren het voedsel verder duwen. Kijk eens linksboven. Daar gaat het. De bariumpap gaat verder door het spijsverteringskanaal. Terug naar het model. Het groene orgaan onder de bruin gekleurde lever is de galblaas. Er wordt gal gemaakt. De galblaas staat via een dunne buis, hier ook groen, in verbinding met de 12-vingerige darm. Het gal, dat helpt vetten in het voedsel op te lossen, komt daarin terecht. De 12-vingerige darm is via die witte buis daar verbonden met nog een ander orgaan, de alvleesklier. Die maakt een aantal belangrijke enzymen en andere stoffen. Deze vermengen zich met het inmiddels vloeibare voedsel en breken het af tot stoffen die het lichaam kan gebruiken. Met een röntgenscanner kunnen we de organen goed zien. Dit is nog een gewone röntgenfoto van de wervelkolom, de ribben en het bekken. En we gaan ter hoogte van de stippenlijn kijken naar een dwarsdoorsnede. Daar is de lever. En de galblaas. En de alvleesklier. Van de 12-vingerige darm gaat het voedsel, vermengd met maagsappen, gal en stoffen uit de alvleesklier, naar de dunne darm. Daar worden delen van het voedsel omgezet in stoffen die het lichaam kan opnemen. De lengte van deze opgerolde dunne darm is wel zo'n 3 meter. Hier is de bariumpap weer, zichtbaar via röntgenstralen. Hij gaat nu door de dunne darm. Spieren in de wanden van de dunne darm trekken zich samen, waardoor de inhoud vooruit wordt geduwd. We zijn dit proces van peristaltiek net ook al tegengekomen. Buitenkant van een deel van de dunne darm. Je kunt hier goed zien hoe de spieren zich samentrekken en het voedsel dus verder wordt geduwd. De producten van de spijsverteringsprocessen worden na verwerking afgevoerd door het bloed dat zich bevindt in vaten van de wand van de dunne darm. Via een ingewikkeld netwerk van deze bloedvaten worden de voedingsstoffen uit de dunne darm verder vervoerd naar een belangrijk orgaan. De lever. Dit is een model van de lever. Het is een groot orgaan. Onderaan zit de galblaas. De lever is een soort chemische fabriek met vele belangrijke functies. De chemische stoffen die in het spijsverteringskanaal ontstaan, worden hier omgezet in verschillende stoffen die het lichaam nodig heeft.
De lever breekt ook de vetten in het lichaam af en zet ze om in brandstoffen die we voor onze energie nodig hebben. En hij heeft nog meer functies. Hier zie je wat van de bloedvaten in de lever waar die processen worden uitgevoerd. Dit is een moderne techniek. In plaats van röntgenstralen worden radiogolven gebruikt om foto's te maken van de organen in het lichaam. Je krijgt er dit soort dwarsdoorsnedes mee. De buitenkant van het lichaam. De achterkant. De voorkant. Dit zijn dwarsdoorsneden van de armen. En de lever, waarvan je de plooien hier duidelijk kunt zien. De lever is in feite een belangrijke fabriek die chemische stoffen uit het voedsel omzet in stoffen die ons lichaam nodig heeft. Het bloed uit de binnenwand van de dunne darm brengt stoffen naar de lever waar ze verwerkt worden. Als er bijvoorbeeld energie nodig is voor een bepaalde beweging, brengt het bloed de stoffen daarvoor van de lever naar de spieren. Daar worden ze als brandstof verbruikt. Er zijn in ons lichaam altijd, op elk moment, spieren in werking. De lever kan al die dingen alleen doen als we het juiste voedsel eten. Aan het eind van de dunne darm is het merendeel van het verteerbare voedsel in het bloed opgenomen. Wat er over is, gaat nu de dikke darm in. Dit is het begin van het stijgende deel waardoor afvalstoffen naar boven worden geperst via peristaltiek. En dit is de appendix, de blinde darm. Die raakt soms ontstoken en wordt dan weggehaald. We vermoeden dat hij een rol speelt in ons afweermechanisme. Vanuit de stijgende tak van de dikke darm gaat het afval verder door de dwarslopende tak en dan weer omlaag. Tijdens dit proces wordt water aan het afval onttrokken, wel zo'n 8 liter per dag. Ten slotte wordt het in het rectum opgeslagen als halfvaste ontlasting. Van daaruit verdwijnt het uit het lichaam. Laten we nog eens de weg terugvolgen die ons voedsel neemt. Onderaan de darmen. De maag. Daar is de lever. En dit is het buikvlies, een soort beschermende laag over de darmen. De organen van het spijsverteringskanaal zijn elk een soort verwerkingsfabrieken. Ze zetten het voedsel om in chemische stoffen die ons lichaam nodig heeft, zoals brandstof en bouwstoffen. Ons lichaam is voortdurend in beweging. Onze hersens, ons hart, onze longen, alle organen moeten ons hele leven lang blijven functioneren. Met het juiste voedsel is de kans groot dat we gezond en actief blijven. Het voedsel dat we kauwen, proeven en doorslikken heeft veel belangrijke functies. Vanaf onze geboorte hebben we voedsel nodig om te ontwikkelen en te groeien. We hebben het voedsel nodig om ons energie te geven. Kortom, we hebben voedsel nodig om te leven. We'll be right back.